Het heeft Fidan Ekis nooit lekker gezeten dat haar vroegere talkshow de vooravond van de buis is gehaald door BNNVARA en Ruksichtslos is ingeruild voor Khalid Sophie. Ze heeft laatst een documentaire afgeleverd over de cancelcultuur en het einde van die talkshow speelt een grote rol in de film. Een iets TE-accent grote rol, vindt Clary Polak. Clary vindt het daarom verwarrend om naar die cancel -docu, de Doe-het-Zelf-dictatuur, te kijken. Het gaat over mensen die gecanceld zijn en ik heb daar zulke gemengde gevoelens bij, omdat het een programma is waarbij journalistiek en persoonlijke afrekening, want dat is het ook, de hele tijd door elkaar lopen. De journalisten vervolgd op NPO Radio 1, Fidan EKIS heeft een persoonlijke drijfveer. Zij twijfelt er nog steeds aan waarom haar show de vooravond van de TV is gehaald. En zij weigert te geloven dat dat was omdat het een slecht programma was. En zij is ervan overtuigd dat dat is omdat zij BNNVARA onwelgevallige meningen verkondigde, zijnde terechts. Het zorgt bij Clary voor ongemak. Zij heeft dus een ontzettend persoonlijke reden die ze ook doorlopend erbij haalt. Aan de andere kant laat ze ook mensen zien die echt gecanceld zijn. Bij haar weet je dat niet. Het is alleen maar haar mening. Ze toont dat ook niet aan. Er zit bijvoorbeeld een interview met Ian Buruma in de docu. Dat is een wetenschapper, moet ik misschien even uitleggen, die het veld moest ruimen als hoofdredacteur van de New York Review of Books, omdat hij iemand aan het woord liet die iets met MeToo te maken had. Die houdt daar een hele interessante verhandeling over. Wat is het verschil tussen Fidan en Ian? Dat hij afstand kan nemen van wat er is gebeurd. Dat kan zij op geen moment. Dat loopt allemaal door elkaar heen. Ik ben doorlopend aan het denken: wat is hier nou mening, wat is hier nou feit, wat is hier nou journalistiek, wat is hier nou boodschap? Ze vervolgt: dat irriteert me aan de ene kant, en aan de andere kant vind ik het maatloos interessant. Opinie en persoonlijkheid is niet erg, maar wel persoonlijke drijfveren en meningen.